Welkom bij deze donkere video van hardlopen. Zojuist hard gelopen en het was zwaar. Ik heb een intervaltraining gedaan. Een heel intensieve intervaltraining. 6,28 kilometer. En gemiddeld volgens mij 4,5 minuut. Nee, volgens mij 4 uur 40 per kilometer. Het was zwaar, maar je gaat er niet over. Je gaat over de vraag. Wat voor afstand moet je lopen voor een halve marathon? En goede vraag. Dus Ben, voor jou, maar ook voor de andere hardlopers. Het is echt heel donker, hè? Kijk, daar ben ik weer. Hardlopers lopen altijd, hè? Ook als het donker is. Voor een half marathon zou ik zo'n 17 kilometer hardlopen. En daar vaar ik goed bij. Uiteraard heb je dat ook uit verschillende schema's gehaald. Ik heb daar denk ik een half marathon of misschien wel 50 inmiddels mee gelopen. En soms train ik verder. Soms ga ik tot de 20 zelfs. En ik zal ook uitleggen waarom. Want dan ga ik voor een snelle tijd voor de halve marathon. Maar als je echt gaat voor het uitlopen voor die eerste halve marathon. En dat zou het enige doel moeten zijn in mijn ogen bij je eerste halve. Dan is 17 kilometer voor bijna iedereen wel voldoende. Voor wie nou niet? Nou, als je nou echt helemaal stuk over de finish komt van die 17e, je eigen wedstrijdje. Als je die echt maar net en net vol kunt houden en je moet al, je kan echt niet verder. En dan voel